Yo mensen, hier ben ik weer met een nieuwe video van mij waar ik al oftewel waard en ik ben hier weer samen met Rune. Hallo Rune. Goedendag. En wij staan hier op, ik moet eten, op de jungle biome van onze map en daar ergens wonen wij. Maar we zijn aan het kijken van waar dat mijn huis het beste zou passen. In de vorige video heb ik natuurlijk laten zien wat het concept is van mijn huis. Sommigen hebben die natuurlijk niet gezien, omdat ik heb aangeraden van die niet te zien als je geen spoilers wilt. Hier ergens willen we hebben ongeveer plaats nodig van 120 bij 60. Dus ik denk dat we dat gewoon hier doen. Kijk. Ja, oké. Daar gaat de jungle verder. En dat ligt daar zeer laag als ik naar de bomen kijk. Hier? Ja, maar dat is ook alweer ver, hè. Ik dacht het eigenlijk gewoon hier te doen, omdat we hier zitten we heel dicht bij de tempel, daar is een village, en we zitten ook heel dicht bij de beginplaats. Dus moeten we niet ver... Ja, dat is daar ergens tussen de bomen, denk ik. Ik weet niet precies, maar ergens daar. Ik zou zeggen, laten we beginnen met hier een paar bomen weg te halen, dan hebben we al een veel beter zicht op waar we hiermee werken, dus... Laten we beginnen. En wees gerust mensen, ik ga het grootste deel off-camera doen, want het zijn natuurlijk heel veel bomen, heel hoge bomen. Dus maar we gaan nu even off-camera allemaal weghalen. Dus ik zie jullie als er al een paar weg zijn. Tot dan. Oké, we zijn dus terug en we hebben heel wat boompjes omgehakken, zoals je hier ziet. En we hebben het berekend en we moeten ongeveer op... Eigraad 72 beginnen te graven voor een groot genoeg area te hebben. Ik heb het ook eens berekend. We moeten precies 55 breed en 119 lang. En dat is dit precies normaal. Dus dat moet allemaal lukken. Runen is hier al beginnen een beetje te graven. En zoals je ziet gaat het al goed. Maar dit gaat lang duren. Dus deze berg moet ook nog helemaal geterraformd worden, zodat het terug een mooie berg is. Maar ik zie jullie wanneer dat dit een beetje gevorderd is. Ja, dag. Terug en dit is... Rune steekt even een zwaard in zijn hoofd. Ja, zou ik ook willen doen in het echt. Dit is een paar dagen later, want... Ja, we hebben de hele berg weggehaald. En dit is wat we ervan over hebben gehouden. Niet 1, niet 2, niet 3, maar 3 en een paar stacks dirt. Niet 1, niet 2, maar 3 en... 2 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en ongeveer een halve... 8 en ongeveer een halve stack aan kobbel. En dan hebben we ook nog een paar andere stenen. Nu zou je zeggen van nu kunnen we beginnen bouwen aan de basis. Maar dat is niet zo, want ik heb de vorige keer een beetje verkeerd gecalculeerd. En dit is te kort. En dus we moeten... Hier nog heel veel gras aanleggen. Allee, we gaan gewoon dirt aanleggen natuurlijk. Zodat deze put weg is. Dan doen we daar gewoon fakkels onder. En dan is dat hier helemaal glad. Dan kunnen we helemaal tot daar. En dan moeten we ook aan die kant moeten we ook nog een plateauotje maken. Maar eerst dit zou ik zeggen. En wij gaan dan in de plaats van dirt op te graven, gaan we het dan weer plaatsen, hè, Rune. Wacht, hè. Hoe breed moet het zijn? Want dan kunnen we op dat stukje ook al weten wat dat de grens is. Ja, we moeten maar tegen deze berg gewoon. Ja, maar hoe breed? Niet hoe lang, hoe breed? Gewoon helemaal dit stuk. Dit is gewoon helemaal een gat. Oké, gewoon het gat opvullen. Alright, ja. Maar niet helemaal opvullen, nee, gewoon met fakkeltjes. Hè. We zijn dan terug als we dit hebben gedaan.
Oké, een klein tijdje later en het is helemaal aangelegd. En daaronder zijn nu ook torches geplaatst, dus daar kan normaal niks spannen. Dan moeten we nu naar de andere kant, zou ik zeggen. We Ja. hebben voor dit een halve chest ongeveer gebruikt. Ja, een halve chest, iets meer. Maar dan denk ik dat we goed hier ook gaan uitkomen. Maar hier moeten we wel ook naar beneden gaan. Zo. Dus ik denk dat we hier sowieso meer gaan gebruiken. Maar ik denk dat we met dit dirt wel gaan toekomen. Maar dan hebben we uiteindelijk ook niet veel te veel dirt. Dus dat is ook handig. Dus dan gaan wij nu aan dit stukje beginnen. We moeten ook nog wat bomen weghalen trouwens. Oké, en we zijn weer terug. En eigenlijk op zich een half uurtje later of zo. En we hebben dit. We hebben een heel mooi stukje berg. En normaal moet dit perfect genoeg zijn voor op te kunnen bouwen. Zoals je ziet is het hier ook heel mooi gesloopt. Heel natuurlijk. En we hebben ook een kleine Zult gevonden. ocelot, Niet helemaal. Dan gaan we nu, wil ik de omleiding zetten van hoe mijn huis eruit moet gaan zien. Allee, de huis is het niet, het is een basis eerder. Dus daarvoor ga ik heel wat wooden slabs pakken. Nee, eigenlijk heb ik gewoon. Nee, ik wil geen jungle wood. Ik wil ook. Heel veel ook. Waar zijn fairness? Ik had die in de kist gestoken. Je Nee, wat? we hebben toch genoeg steen. Ik maak er wel eentje. Ik vind Je mijn furnace staat oven. hier. Hey, is dat de mijne? Ik Ja. maak er wel eentje. Maar ik ga dan heel veel hout omzetten. Zo. Zo, perfect. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 en een halve stek hout. Daarmee moet ik toekomen. Ah, leuk. Ja, Oké, dan ga ik nu even de omleiding maken van mijn basis. En dan zien jullie mij weer als ik klaar ben daarmee. Oké, en we zijn weer terug. En ik heb de omcirkeling gedaan. Dus, kijk. Wauw. Daar in het midden, dat is mijn bedje. Dat is het huisje dat omhoog gaat. Dit zijn, dat is het kampvuurdingen. Dat zijn alle cirkels. En dit is het verhoogde stukje. Met de trap dat dan een beetje naar daar gaat zijn. En ja, dit gaat er goed uitzien. Maar ja, eerst ga ik nu denk ik aan het eerste gebouwtje beginnen. Ga ik aan dit gebouw beginnen. Dus ja, ik zie jullie weer wanneer ik daarmee klaar ben. Oké, het gebouw is klaar en ondertussen is Rune ook weg. Ik ga nu nog eventjes hier in deze cirkels allemaal dirt leggen. Dat kan ik vrij snel doen. Ik heb hier normaal 2 stacks dirt of zo. Oh, ik heb dat in mijn inventory, anderhalve. Maar ik ga dan nog een beetje meer pakken en dan ga ik het dirt leggen. In deze 5, wel niet in alle cirkels. Dus, oh, daar zit niet. Ik zie jullie dan als de dirt er ligt. Opgevuld met dirt. En ik heb er al voor gezorgd dat ze een beetje met gras gevuld worden. Den dia vindt het nog een beetje moeilijk, maar dat komt nog wel. Ik heb ook van de chest area hier heb ik het grootste deel naar in mijn huis verplaatst. Ik heb dus hier op dit moment niet zoveel. Hier komen later alle spullen dat ik kan gebruiken. Zoals deze. En ja, ik weet niet wat ik allemaal nog kan gebruiken. En hier heb ik dan mijn bedje. En wat chests. Hier heb ik mijn iron. Hier komt al mijn cobblestone. Hier is al mijn dirt. Hier heb ik nog niks. Hier heb ik wat spulletjes. Hier heb ik wat spulletjes. Hier heb ik wat spulletjes. Hier heb ik het hout en hier heb ik nog niks. En ja, ik kan niet verder naar boven, maar ik vind het wel handig om dat helemaal tot boven te doen. Het is ook mooi. Dus hopelijk vonden jullie het leuk om naar deze video te kijken.
Ik vond het zelf heel leuk om te maken. En ja, tot de volgende video. En ik denk dat we dan wel gaan verhuizen. Dag. Dag. Nou, hey, je naar mijn scheids, voor alle wat jij jeurt.